Mensen, goedemorgen. We gaan vandaag weer wat doen aan de golf. Allereerst beste wensen voor iedereen. Gelukkig nieuwjaar. Het is vandaag 1 januari. Dus we gaan weer met frisse zin proberen dit jaar. Leuke dingen voor dit jaar in het vooruitzicht. Ik wil graag samen met mijn vader een 2x hefbrug gaan aanschaffen. Die moeten ongeveer een beetje de hoogte van die kast gaan komen. Of misschien wel wat verder naar achteren toe. Dat we mee, voorbij die kast hier ook neerzetten. Zoals jullie kunnen zien, voor degenen die opgelet hebben, de caravan is weg. Mijn vader heeft ook een projectautootje gekocht. Een BMW Z3 Cabrio. Om lekker in de zomer mee te kunnen rijden samen met zijn vrouw. Dus hartstikke leuk. Ik heb de golf nu even zo neergezet. Ik heb even lekker de ruimte. We gaan vandaag. Ik had al wat losgehaald. Na wat compressie gemeten te hebben, wat op zich goed is. Alles bekeken, nog steeds een tikje natuurlijk in het blok. Dat gaat me niet over. Ik dacht dat het de injectorrail was die herrie zou maken. Die zit normaliter. Zit de injectorrail hier zo. In deze gaten. Hier komen dan je injectoren in. En die injectoren die spuiten de brandstof dan. Die vernevelen het net als een plantenspuit. In deze inlaatpoorten. Hier spuit hij het in. Maar goed. Van de week een jongen gesproken die ik nog wel ken. Er zit ook veel aan de verwezen. Veel meer ervaring dan ik. Die zegt, joh. Dat gebeurt eigenlijk niet. Injectoren gaan geen herrie maken. Sommige dieselmotoren kunnen wel de injectoren herrie maken. Maar dat is dan vaak door dieselklop. Dat ze verkeerd ontbranden. Maar met benzinemotoren kan het eigenlijk niet. Nou ja, wat ik het langst heb proberen te rekken gaat nu toch gebeuren. Ik ga die kopper aftrekken. Als we die cilinderkop eraf hebben, dan weten we wat meer. Dan kunnen we zien of de kleppen of zuigers iets raken. Ik ben al zover, ik weet het ook niet meer. Ik ga het gewoon proberen en als het niet lukt, dan gaat de blok eruit. Maar wie weet zien we wat en dan kunnen we wat achterhalen. Dus voor dit jaar genoeg mooie plannen. Nou, je ziet het, de grot van Aladdin wordt ook al gehouden. Weer allerlei dingen aangeschaft. Ja, bandenpompen dingetje voor mijn Sinterklaas of kerst gekregen, ik weet het niet meer exact. Hetzelfde verhaal hier ook. Magneetschalen kun je niet genoeg van hebben. Nou, een hoop sleutels, dat heeft mijn ouwe meegenomen. Uiteindelijk gaan we wel wat uitzoeken en weggooien hoor, maar alles even op zijn tijd. En ook wel grappig, van mijn maatje Michael, als extraatje. Een WD-40. Pakket met allerlei soorten en maten WD-40 erin. Met speciale ontroesters en weet ik het allemaal wat meer. Snoepjes, ook heel belangrijk. Oh, muntje voor een winkelwagentje. Die zal ik wel nodig hebben. Wat hebben we hier nog meer? Contactspray. Ja, dus het hele circus is compleet. Nou, hartstikke leuk. We gaan even rommelen. Ik zal even wat video's schieten. Wellicht leuk om te zien. Spruitstuk losgehaald. Dus daar zit de distributie er nog in. Halen we even dat mondje los. En dan kunnen we gelijk wel even doen. Ja, daar springt hij van tijd af, dat klopt.
We draaien de motor even een half slag door. Hij staat dus op snelheid. Zie je de merkteken in het pijltje? Zo. Komt er ook goed. We halen nu de distributie in los. Klik, klik. Spreekt die de tijd af. En dan kunnen we de riem eraf halen. Die staat nu slap en dan kunnen we de kop eraf trekken. Zo. Inbusje wat ik net loshaal. Even kijken jongens, nog te vinden. Hierachter. Kijk, daar zit ook een massa oogje nog vast. Die zit aan het plaatje. Twee massa oogjes. Dus dat heb je nodig, anders maakt het geen massa. Dat was het boutje wat ik vergeten ben eraf te halen. Ga ik jullie straks even wegdrukken, want ik moet even foto's nemen van de stekkers, dat ik precies weet hoe alles zit. Want kijk, ik heb meerdere sensoren, daar eentje en daaronder eentje die overigens niet benut is. Wat altijd wel zo was voor mijn gevoel, dus daar is iets niet goed. Dus even vergeef me, maar ik druk jullie even weg. Wat ik me net bedacht, ik hoef jullie helemaal niet weg te drukken. Want er zit een fotocamera functie nog extra op, hè. Mooi hoor, die telefoons. Kijk jongens. Beetje knap. Zo. Zo, flits. Zo, kopje is eraf. Zuigers aan zich zien er goed uit. Ik moet het allemaal even schoonmaken tegen de tijd, maar ik laat het nu nog even mooi vet. Kop is toch wel een beetje twijfelachtig. Sowieso, wat een beetje typisch is, is dat deze verstelbare tandwiel staat helemaal op zijn end. Waarom dat is, weten we eigenlijk niet, want dit kan je alleen weten als je het helemaal uitklokt. Dan moet je compleet die motor laten afstellen. Voor de rest ziet alles er wel aardig uit hier ook.
keer hem even om. Ik leg jullie even neer, ik keer hem even om. Ik heb net even een jongen die ik ken, die hielp me even mee. Dan moet hij sowieso een nieuwe klepgeleider zien. Klepbespeling, ja, dat kun je zo niet zien misschien. Althans, dat zal wel niet te zien wezen. Maar er zit gigantisch veel kolenslag op die uitlaatzuigers. Kijk hier. Echt wel, het zit er wel een millimeter dik op. Dus ja, er is iets niet... Er is iets met de timing niet goed. Maar ja, ik kan twee dingen doen. Ik kan het weggooien of ik kan kijken of ik het blok kan laten repareren. En dan kijken of het beter wordt. Andere nokassen erin, standaard nokassen. En gewoon lekker op 7 rijden. En mocht ik daar nog een keer 1.8 turbo willen, dan kan ik de boel verkopen. Even kijken jongens, wat zitten hier doen? Hier zit een klep. Nou goed. Ik weet nu dus wat meer. Ik ga de kop wegbrengen naar de WAMO, die zit in Edam. Ik heb van horen zeggen dat het goede gasten zijn. Trekken niet het vel over je oren. Laat ik denk ik de kop even reviseren. Even horen wat het kost. Laat ik mijn kop doen, andere nokassen scoren, de boel weer in elkaar. En dan lekker rijden. Er zat ook trouwens een dikkere koppakje tussen, 1,5 millimeter in plaats van 1. Dus die moet er dan ook nog weer tussen. Dus ja, zo blijven we in de weg. Ik hou jullie op de hoogte. Ik ga gewoon weer lekker verder rommelen en als ik wat meer weet, dan horen jullie het. Bedankt voor het kijken. Nou, wat ik zeg, even abonneren, liken, een belletje drukken en dan komt het helemaal goed. Tot ziens.